Ja, die stok die is voor vechtsporten. Zo van de... Kan toch goed, toch? Zegt de zijn moeder niet. Nou, lijkt er anders wel op, hoor. Of zo oud. En je hersens zijn ook niet eens zo goed. Nou, je bent wel een beetje onbeleefd, hè? Wat is er dan? Je bent je vergeten voor te stellen, hè? Oh ja! Ik ben dierenveearts van Hooidonk. En ik ben duidelijk de slimste hier. En ik ben hier de assistente. Beter bekend als de domme assistente. Halleluja! Ze is Vlaams, dus schat er niet al te slim in. En mocht u hier getik in de zaal horen tijdens onze voorstelling, maak u dan zich geen zorgen. Het zit in het kopstuk van me. Nou, dan gaan we maar beginnen. Ja, hallo. Zal ik doorgeven. Bedankt. Doorke krijgt over 2 seconden nachtaanval. Wat zei je? We krijgen over 2 seconden nachtaanval. Wat zei je? U krijgt over 2 seconden een hartaanval. Het is hier toch geen hints? Dat blijkbaar wel voor jou dus. Zo zeg. Het lijkt de gift wel, zeg, met al die opstanden. Nou, hij heeft wel regelmatig van dit soort aanvallen. Dus ik ging weer eens een keer naar het Bosuilendorp. Schiet ik weer zo'n verkeerd steegje in nog. Ja, ik weet niet hoor, maar ik vind Bosuilendorp maar een rare naam hoor. Maar ik kom zelf natuurlijk ook uit Vlaanderen. Nou, dus... Schiet ik een paardje in, kom ik langs de badeentwinkel hoor. Ja, de badeentwinkel. Ga naar binnen, allemaal badeentjes op een rij hoor. Ja, wie bedenkt het nou? Zeker de baas van de badeentwinkel. Vraag dus aan die meneer. Verkopen jullie ook pillen? Nee, alleen badeentpillen. Nou, waarom geen gewone? Omdat het een badeentwinkel is natuurlijk. Ja, hoe kan ik dat nou weten? Kijk maar naar de voorkant. Bad, eend, winkel. Nou, loop dus weer terug door dat dorpje. Maak je dok wakker. Hier, je bad eendpillen. Waar heb ik die nou toch voor nodig, joh? Mijn gehoor is nog prima. Mijn geheugen is nog vers. Echt, ik ben zo goed. Ik ben echt nog nooit ziek geweest, joh. Nou, vertel me nog maar eens een verhaal. Ja, ik loop langs een weidje en ik zie er allemaal geitjes staan met een groene stip op de kop. Dus ik ga naar die boer toe vragen wat er is. Dan zei hij... Ze zijn ziek. Nou meneer, zal ik u eens wat vertellen? Natuurlijk worden ze ziek als u met de verf op hun smeert. Bent u helemaal gek geworden of zo? Even later kwam ik erachter dat ze de Q-koort hadden. Q-koort. Wie gebruikt nou die letter in het alfabet? Ja, dat is niet bepaald vrolijk voor die geiten. Inderdaad. Ja, ik zal hem even geven. Voor jou... Oh, hallo? Ja, ja. Zo zeg, die Pieter, die leraar van die klokkenbui, die is een geitje aan de zolder. Die gaat flink tekeer, joh. We gaan hem eens even snel tegenhouden, joh. En dat was jullie zo al. Ik ben benieuwd. Dick, wat vond jij ervan? Ik wil toch, vooraleer ik over hun begin, eens eventjes in het algemeen terugkijken op de middag. En er moet er direct nog 1 act komen, maar wat ik hier heb gezien is fantastisch. Ja, 2 geloof ik. Ja, 2. Maar dat die kinderen allemaal zonder schroom daar gewoon in die tong gaan staan, dat vind ik klasse, dat vind ik geweldig. Want er zijn volwassenen die roepen al 20 jaar, volgend jaar ga ik daar staan. En dan roep je ze er op een gegeven moment bij en zeg je, ja, maar ik durf toch niet hoor. Dus die stap om daarin te gaan staan, die eerste stap daar maken om daar in dat toneel voor die grote zaal te gaan staan, dat vind ik geweldig. En dat geldt ook voor jullie. En wat er dus ook weer het geval is er is goed geacteerd, er is goed in de rol gebleven, er is humor en er was zelfs iets professioneels afgesproken met de eerste rij, dat ze bij een grapje zouden gaan lachen. Dus, ja, het zit er allemaal in bij hun.
Ik heb het ook eens ontdekt bij jullie. En wat heel veel sauwelaars doen, is een beetje rondsnuffelen op internet. Of een beetje lezen in boekjes of naar andere sauwelavonden gaan. En dan doen ze een beetje grapjes pikken. En dan doen ze dat samen in een verhaaltje stoppen. En dan vind ik het heel leuk. Wat ik bij jullie merk, is dat jullie echt zelf bezig zijn geweest met jullie grappen te bedenken. Dat vind ik supergoed. Echt waar. Applaus. Dat waren Aukje en Roos.